Beste mensen, welkom weer bij een nieuwe video hier op Deskam Zwolle. Mijn naam is Casper en het is weer vrijdag. Het is weer een weekend Formule 1. De grote prijs van Azerbeidzjan. Dus weer tijd dat wij hem weer gaan racen. Tenminste, vrije trainer op dit kanaal. Allee, ik heb de vrije trainingen voor mijn neus. Het is de derde vrije trainingen die zijn gereden op 27 april 2019. Want ja, zoals jullie weten is er afgelopen jaar geen race geweest op Azerbeidzjan vanwege de COVID-19. Terwijl iemand in mijn nek loopt te blazen. Zo weer. Hij begint weer te zoomen. Dat is fijn. Kijken of hij weer terugkomt, ja of nee. Ja, daar is hij weer. Ah, stikke fijn. Ja. Ik heb hem hier staan op P1. Loopt hij weer doorheen te lullen, maakt niet uit. Heb ik staan Charles Leclerc met de Ferrari op 1.41.604. Tweede was Sebastian Vettel, ook een Ferrari. Ja, toen waren de Ferrari nog oppermachtig. Nadat ze dus dat motorprobleem kregen, ja, dat motorschandaal. Die reed 1.41.802. Daarna heb ik op P3, ik kijk hier op mijn mobiele telefoon hoor. Max Verstappen, 1.42.8. Dat plus 1.2. Nummer 4 was Valtteri Bottas. 5 was Lewis Hamilton. 6 Daniel Kvyat. Toen reed hij ook nog. Toro Rosso. 7 Kevin Magnussen. Reed nog. Magnussen redt nu IndyCar. 6 plek 7 trouwens. Kevin Magnussen met de Haas. 8e plek is Alexander Albon. Reed toen nog Toro Rosso. Maar nou, die goede oude tijd hè. Nederland Sergio Perez, Racing Point. Die rijdt dus nu voor Red Bull. En 10e plek was van Kimi Räikkönen. Die reed toen met de Alfa Romeo, wat hij dus nog steeds rijdt. Oké, okay. Nou gaan we even doorbladeren. Even kijken wie de laatste was. Even kijken, dat was Pierre Gasly. 1.47.836. En 9e plek was George Russell met de Williams. 1.46.290. Die 1.47.836. Ik rijd trouwens met de auto van Charles Leclerc, want ik vind gewoon dat, laat het heel zijn, ik ben geen Ferrari liefhebber, ik ben geen Ferrari fan. Maar ik wil wel zeggen, Charles Leclerc, de man met de grootste pech op Monaco. Ik zet de camera even uit. Ik zet hem, die. Wij gaan eerst een outlap doen. Want zoals jullie weten heb ik altijd problemen met mijn stuur. Dus het kan zomaar weer zijn dat mijn stuur weer raar gaat doen. 1.47.8. Ja, dat is wel een dingetje waar ik nu naartoe ga. Maar goed. Ik heb dit circuit al eerder gereden met mijn eigen race team. Ik ben op de livestream of op zaterdag of op zondag. Om 9:15 dan doe ik een livestreamtje. En dan doen wij de Formule 1 met mijn eigen race team. Deskam zondag, ja, heel erg origineel. Ik weet het. Ik rijd trouwens met de harde band, zie ik nu. Ja, waarom ik dat iedere keer doe, weet ik niet, maar... Eerst dus even een outlapje. Ik ga er niet van uit dat ik die 1.47.8 kan rijden van Pierre Gasly. Ik ga er natuurlijk wel voor. Ik denk het niet. En vind je dit nou een leuke video en wil je graag een keertje mee racen? Zoals is wat de mensen die graag met me mee willen gaan racen. Hadden we online een leuk clubje gaan krijgen. Mocht je nou je kanaal een boost willen krijgen, dan zeg hem. Zet een commentje hier onder dit video. En dan misschien dat wij ooit een leuk clubje kunnen krijgen. Zodat wij met een mannetje of 10, ik zeg maar wat bijvoorbeeld, kunnen gaan racen. We gaan beginnen met onze eerste outlap. Of eerste. Vrije trainingronde, ja, hoe moet dat zeggen? Zo, ik word gewoon ingehaald door een Pierre Gasly. Wat gaat hier weer fout dan?
Nou goed, daar zit er wel mooi voor. Dat is wel weer mooi. Oh, bocht! Houdt hij nog? Oh, een vetteltje. Oh, muur. Dit is een poepronde. Dus mocht je zin hebben om een keer te gaan racen, ja, dan is het even aan, hè. Dan even een kommetje. Oh. Oh, dit wordt echt een categorie poepronde dit. Ik vind het wel jammer dat nu die pers nu voor mijn neus zit, want... Ik vind het wel jammer. Ja, muur. Oh, nee, niet. Ik heb er als achter wel eens kwaar, mag. Ik kom gewoon hier in de buurt van die pers. Ik kan er een rondje achteraan rennen. 51-3. Even alles gebruiken. De DRS aan en de RS aan. Ja, Apex mis ik hier. Die dus ik wil daar dan. Ga maar. Ja. Ik vind het ook lastig dat die man voor me rijdt, die Perez. Ga zo met die Perez. Lastig ventje. Paas sector 1. Maar ik denk dat ik geen paas sector 2, denk ik. Alles open. En kijk eens naar die tijd trouwens. 1.49.957. Hé, dit brengt wel wat. Wacht even. Ik doe even weer de camera aan. Want een 1.49.7 zou je haast kunnen zeggen. Als ik het nou eens een keer op een grill was het dan. Softband. Kijk, ik pak een verschil van 1.7. Ik rijd nu 1.49.7. Dan rijd ik 1.48 hoog. En Pierre Gasly reed in de vrije training een 1.47.8. Dus we zouden eventueel kunnen proberen om de tijd van Pierre Gasly te pakken. Dat zal toch wel goed zijn trouwens, dat gewoon flik. Luister, 2019 is deze ronde gezet door Pierre Gasly. We gaan het wel proberen. Wish me luck. Kijken of ik die 1.47.8 kan rijden. Dus 1.47.8 is de tijd van Pierre Gasly die in 2019 reed. De camera uit.
Daar heb ik verkeer voor me. Scheiße. Ja. Ja, ik denk hier niet zo snel ben ik. Oh, dit is. Hij heeft niet vooruit te branden, dat ding. Er zit geen gas op. Ah! Scheiße! Ah, muur, hou maar op. Ik heb geen zin meer. Naar binnen toe. Ah, ik weet niet wat aan de hand was nou in één keer, maar het ging even iets niet goed. Hoeveel tijd hebben we nog in principe wat we nog kunnen? Hoeveel tijd hebben we nog überhaupt? Nog 12 minuutjes. Nou. We gaan het nog een keer proberen. We gaan dus voor die tijd 1.47.8. Ja, ik weet dat het is heel erg long wat ik nu zeg. Maar we gaan het ook proberen. In principe zegt hij dat ik op de rollieband nog 1.7 seconden sneller ben als mijn vorige. En weer heb ik verkeer voor me. Ah, dit meen je niet. Hoe kan dit nou toch iedere keer? De PRS weer voor me. Ja, nou ja, lekker dan. Het is wel een ton van Perez, hè? Kijk. Ja, daar komt. Ja, door tijd. Doei tijd. Kom maar eens in de buurt, joh. Oh, nee, wat weet niet. Kijk die tijd op wel lopen, joh. Goeiedag. Ja, hier had ik sowieso al een foutje gemaakt in deze bocht. Dan pak ik nog wat tijd op dan. En dan een seconde. Muren! Pas dat op 2. Ja, maar hier maak ik weer een fout. Nu 1.44. Deze komt vandaag. Sector 1. Nee. Ik vind onze mond houden. Dat is niet echt de perfecte ronde zo die draai. Nee, muur, weer muur! Kak! Ja, wat bedoel je?
je tijd gaan verliezen. Ja, ik ga tijd verliezen. 12, ja, ik heb nu geen RS en ik heb geen DRS. Gaat nu pas open. Tijd loopt er weer toe. Ah, wat een jammer man. Nee, 48-4. Dan ben ik nog 16 langzamer als de tijd van Gasly, maar ik maak nog steeds foutjes. Oh, dit is wat te doen misschien. Maar ook de tijd begint nu langzamerhand op te raken. We've had to spend time repairing the damage to the car. En dan 3 minuutjes nog. Oh, dat wordt krapjes. Dan moet ik heel snel naar buiten toe. Misschien nog tijd voor nog 1 rondje nog. Dan moet ik nu wel naar buiten toe. Terug. Dan heb ik nog 1 rondje. Ik heb nog 1 rondje. Ik kan nog 1 rondje. Dit wordt spannend dit. Dit moet de ultieme rondje worden dit. Gaan we. Ik ben op de klok. Ben ik sneller als Pierre Gasly. Alles aan. Foutje, bocht 1. Doei. Ik heb weer verkeer voor me. Oh, loopt de tijd omhoog, jongens. Nee, dat worden we niet meer. Dat worden we niet meer. Ja, doei. Het is klaar. Weer een foutje. Ja, ik loop verkeer. Weer Perez, hè? Wat hebben we toch met die Perez vandaag? Ik moet er voorbij, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Nee hoor. Die kost me tijd dit. Perez aan de kanten, jongen. Ah, ga aan de kanten, Perez. Gewoon wegwezen. Doei. Allemaal op met die ronde tijd. Heeft er geen zin meer. Maar ja, de keer op de front win. Het is klaar. Over en uit. Waar naar binnen toe. Hij gaat het niet halen. Oh, nu helemaal niet meer. Kom maar op. Heeft geen zin meer. We houden hem op. Wat is die frotte? Klote Perez. Het is tijd om ons aan de top 3 te herinneren. En dat is Leclerc, Verstappen en Daniel Ricciardo. Ik ben wel eerst eens. Oké, ik rijd dus 1.48.4 en Gasly rijdt dus 1.47.8. Dat zat er echt wel in trouwens, hoor, vond ik. Laten we er reëel in zijn. Want het waren echt geen perfecte rondjes wat ik reed. Jammer. Wat daar voor de eerste keer misschien sneller kunnen zijn als een Formule 1 coureur op dit circuit. Helaas ben ik haas. Gewoon dikke pech. Ook iedere keer verkeer voor me. Was ook hons irritant trouwens. Dat er iedere keer dat verkeer voor me zit. Maar goed. Niet gered. We eindigen met een 1.48.467. Morgen kwalificatie. Zondag de race op Azerbeidzjan. Hoop natuurlijk wel weer dat Verstappen gaat winnen. Hopelijk dat Hamilton weer dezelfde problemen krijgt als op Monaco. Ik weet niet. Ik hoop het wel. Wordt lekker spannend. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Like en share views vind ik hartstikke leuk. Vergeet niet op te abonneren. Zou ik heel erg tof vinden. En zien we elkaar weer bij een nieuwe race. Ik zeg, stay safe, doe goed de doodles, dag.